allemaal, welkom bij het fietscircuit van groep 5 en groep 6. We gaan hier 10 onderdelen doen. Ieder onderdeel doe je 1 minuut. Nadat je het onderdeel 1 minuut hebt gedaan, dan stop je de tijd. Ga je even je score opschrijven. Ik ga 5 onderdelen uitleggen en meester Rens gaat 5 onderdelen uitleggen. Onderdeel 1 is sprinten. Van pionnetje naar pionnetje of van blokje naar blokje, dat maakt niet zoveel uit. Maar je moet het wel even aantikken. Dat ziet er zo uit. De tijd gaat nu in. 1 minuut. Ja. 2. 3. 4. 5. 6. Ja, en 1 minuut voorbij. Dan ga je je score opschrijven. Onderdeel 2. Je springt omhoog en je tikt naar beneden. Als je beneden bent, moet je gaan tellen. Zo uit. 1, 2, 3, 4. Tot een minuut. En dan ga je weer opschrijven. Onderdeel 3. Je gaat een beetje op schouderbreedte staan. Je gaat boksen. En iedere keer als je met je rechterhand bokst, mag je gaan tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 1 minuut weer opschrijven. Onderdeel 4. Pak iets wat iets hoger is dan de grond. Maakt niet zo uit of het een stoel is of iets anders. Maar je gaat met je voeten om en om aantikken. Iedere keer als je met je rechtervoet aantikt, mag je tellen. 2, 3, 4, 5, 6. Succes! Onderdeel 5. Je gooit de bal tegen de balken of tegen de muur aan. En dan ga je die tellen. Zo. 2, 3, 4, 5, 6. Dit doe je weer een minuut lang en dan schrijf je je score erop. Waar je bij juffrouw Annemiek alles 1 minuut ging uitvoeren, voer je bij mij 2 keer 30 seconden uit. Succes! De volgende oefening gaat als volgt. Leg de wc-rol tussen je benen. Ga met je voeten van de grond en je handen van de grond. Doe de wc-rol naar jezelf toe. Pak hem over met je handen. Tik hem op de grond aan en leg hem weer terug. Strek je benen weer uit. Hou je 30 seconden vol. Bij de volgende oefening spring je 30 seconden lang over de wc-rol heen. Let goed op. Succes. Bij de volgende oefening ga je proberen om 30 seconden lang de schoolslag uit te voeren. Handen en voeten van de grond en maak de beweging. Bij de volgende oefening ga je zijwaarts proberen om 30 seconden lang elke keer de wc-rol aan te tikken. Zak goed door je knieën. Daar gaat ie. Succes! Bij deze oefening ga je 30 seconden lang proberen om de plank challenge uit te voeren. Let goed op hoe die gaat. Succes!